Hey, we gaan kamperen in deze roze bolide Starship. Je kent ze misschien wel. Die grote touringcarbussen waar alle worldtour ploegen mee aankomen bij een koers. Voelt nu wel echt, hè? Tussen de bussen van UIA en Trek. Wij hebben de budget helaas nog niet. Dus wij hebben een camper. Campertals.nl. Super bedankt. Nou ja, die kunnen we alweer schoon. Welkom bij Camper Talsma. Ik neem jullie even mee door onze showroom met mooie campers. Begin misschien dit er even op. Mijn favoriete camper? Niet echt, maar ik hou het meest van een half integraal camper. Het is hetzelfde wat jullie hebben. Ah, okay. Ja, is wel heel gaaf, maar het is niet mijn favoriet. Ik hou niet van roze. Allereerst hier een half integraal. Prachtige knaus, mooie kleurstelling. Dan hebben we het verschil tussen een half integraal en een buscamper hier naast elkaar heel goed te zien. En dan hebben we nog de integraal. Dan moeten we even een stukje door de showroom heen lopen. Het model wat hier staat noemen ze een integraal. En dan heb je eigenlijk binnenin meer beleving, meer ruimte, meer lichtinval. En vanaf hier, hier zo de balans natuurlijk, heb je wel een mooi plaatje. Dat is natuurlijk ook het, waar het om gaat, hè, jullie camper. Het is opvallend, het is wel een blikvanger, het wordt gezien. Heb je ooit een roze camper gezien? Nee, dit is de eerste. Zal ik dan de sleutels... Ja. Dankjewel. Heel veel camperplezier. Zijn er klachten, aanmerkingen of vragen, dan weten jullie ons te vinden. En ik zou zeggen, succes met de wedstrijden en met de koers en maak veel reclame voor ons. Ja, zonder camper geen wielerploeg. We gaan even een kijkje nemen binnen. Ik heb hier de sleutel. Let's go. Ah, de RBO-box. Die hebben we dit seizoen helaas al een paar keer nodig gehad. Onze camper is eigenlijk de uitvalsbasis voor onze ploeg bij wedstrijden. De renners kleden hier zich om. We doen de wedstrijdbespreking hier vaak. Het eten en drinken wordt hier voorbereid. Renners worden vaak vanaf hier, vanaf onze servicekoers, naar de koers gebracht. Op reis. Op reis. Op reis, ja, schoolreis. Eigenlijk is het een beetje een portable kleedkamer. Renners gebruiken de camper ook om een beetje te chillen. Onze verzorgers gebruiken de koelkast vaak om de melk voor de proteïneshakes koud te houden. Als renners willen douchen bij de lokale sporthal, kunnen ze hier een handdoekje pakken. De uitklaptafel. De NKC Campergids 2022. Een gordijntje voor de pottenkijkers. Enorme handige opbergplekken voor de Martens. Wat zit hierin? Nog meer. Hier. Nog meer. Aan voeding niet te kort in deze camper van Toure Tietema. Sponsored bij campertalsman.nl. En welke accessoire mag er nou niet ontbreken in onze camper? Laat het weten in de comments en wie weet vind je die wel terug in ons moederschip. Later!